Maar vind je het wel goed dat... Ook is een wonderlijke ontwikkeling. Dat die Dick Benschop nu heeft gezegd een paar weken van tevoren... we moeten schrappen, vind je dat goed? Want hij had het natuurlijk ook toch op uit kunnen laten komen. Ja. Hij had het op totale chaos aan kunnen laten komen. En nu heeft hij gekozen voor iets minder chaos, toch? Ja. 14.000 vluchten. Kijk, ze zeggen, als je dan toch zo nodig vliegen moet vliegen uit Zaventem. Daar schijnt het ook een chaos te zijn. Oh, daar is het ook een chaos. Het schijnt in heel Europa... Het is overal chaos. Ja, want overal hebben ze natuurlijk mensen eruit gegooid. Oké, dat is interessant om te horen. Want je hebt in Duitsland, wat ik aan luchthavens heb gezien... Nou, voor München ook nogal een rommeltje. Bij de grote luchthavens, we zijn ooit in Nuremberg geland en daar waren wij... Volgens mij het enige of vliegtuig wat die dag geland was in Nuremberg. Of één van twee, zoiets dergelijks. Ja, maar dat was wel ergens in de COVID-tijd, moet ik bekennen. Dat zijn van die luchthavens waar ze blij zijn als die überhaupt pas in ze waren. Dat was duidelijk. Het hele personeel was uitgerukt. Dat er tenminste één vliegtuig geland was die dag. Want daar blijf ik bij. Dat het natuurlijk heel gek is dat Nederland is een heel klein land. Wat in Europa excentrisch gelegen is. Niet waar? En het heeft de drukste luchthaven van Europa. Dat is toch raar, of niet? Nou, dat hebben we gewoon zelf georganiseerd. Dat hebben we gewild. We hebben de fietspomp erop gezet. Er moesten 500.000 vluchten komen. Per jaar. Nou ja, en nu zitten we met de gebakken peren. Ja. We zijn de COVID-druk. We blijken het personeel niet te hebben om 500.000 vluchten per jaar af te handelen. Ja, maar dat zijn er nu niet geen 500.000 meer. En COVID is teruggezakt naar 200.000. En nu zitten we volgens mij bij ergens rond de 400.000. Dus laten we het daar dan op bevriezen. Want dan zijn we sowieso al 100.000 vluchten kwijt. 500.000 vliegbewegingen. Mm-hmm. Is dat niet eigenaardig voor een... Kijk, Frankfurt, daar begrijp je nog iets van. Parijs, idem dito, hè? En Heathrow ook wel gezien, ook de aard van de agglomeratie. Ik bedoel, Londen is een stad die vier keer zo groot is als de provincie Utrecht. Dus daar heb ik begrip voor. Maar waarom Schiphol? Nou, Amsterdam is in feite toch, ja, staat internationaal, wordt dat als interessant gezien. Maar het is in feite mondiaal gezien een provinciestad. Een soort dorp. Ja. Ja, mensen komen er toch van heel ver vandaan. Het toerisme is weer op het oude niveau in Amsterdam. Ja, ook dat hebben ze zelf aangejaagd, zoals je weet. Ja. Ja. Eigen schuld, dikke bult. Ja, nou weten ze niet hoe ze er vanaf moeten komen. Ja. Vooral omdat een heleboel van die toeristen natuurlijk geen zak opleveren. Het zijn vaak hele jonge mensen die een wietsigaretje komen roken en een beetje rond kunnen komen lummelen, net als in Berlijn. Ja, naar de Wallen, hè? Nou ja, dat is ook dan kijkspul. 14.000 passagiers moeten er worden afgewezen tussen 7 en 31 juli. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet ergens begin juli moet ik naar de Verenigde Staten. Of in ieder geval naar Canada en de Verenigde Staten. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Ja. Ik hoop dat ik een VIP-treatment krijg. Ja. Maar er was nog iemand van KLM die had gereageerd. Jij had de eerste klas gezegd, maar dat bestaat niet meer. Dat is nu de business class en economy class. Oh, nou ja, dan noem ik het business class. Vind ik ook goed. Ja. Ik zag het gewoon als de trein, eerste klas en tweede klas.